De Studio of Life podcast. Deze show is echt fucking nice. Studio of Life is iets om tijd voor te nemen. Deze show is very chic. Welkom, Dirk de Wachter en Servaas Benjé, de niet zo toevallige passant. Dirk de Wachter, jij bent... Met genoegen. Dirk de Wachter, jij bent psychiater, psychotherapeut aan de KU Leuven en nog veel andere dingen die ik niet ga benoemen, want dan zijn we het half uur al voorbij. En we hebben ook Servaas Benjé in ons midden, gezondheidsguru. Dat wil ik het toch omschrijven. Het is leuk, heren, want ik heb jullie alle twee op de podcast gehad, dus het is een heel fijn weerzien ook, om jullie hier terug te mogen ontmoeten. Hiervoor heb ik ook, of ik ga eerst nog een intro geven. We zijn hier ook aanwezig op het allereerste Wellbeing Corporate Festival van België, genaamd Workbeats. Workbeats gelooft in een holistische kijk voor een gezonde, positieve en inspirerende werkplek. Het draait allemaal om welzijn. Gelukkige medewerkers stuwen uw organisatie ook vooruit. In samenwerking met de Studio of Life podcast, mezelf dus, delen we heel wat gemeenschappelijk DNA. Want Studio of Life staat voor het verhaal achter de mens om zo meer inlevingsvermogen te creëren in elkaars leefwereld door verbinding en nuance. Hiervoor heb ik een gesprek gehad met Lieve Annemans over geluk en hoe we dat ook kunnen vinden of ook wat dat daaraan bijdraagt. Een van jouw boeken, Dirk, heet De kunst van het ongelukkig zijn. Inderdaad. Op welke manier is dat voor jou een kunst? De kunst van het leven is dat. Hè? Omdat ja, heel de stelling is dat ongelukkige momenten onvermijdelijk zijn in het leven. Af en toe hebben we iets voor. Af en toe hebben we iets voor met onze gezondheid, met onze kinderen, met onze ouders die ouder worden en sterven, met onze baas, met onze medewerkers. Er is altijd wel wat gedoe. Hè? En daar goed mee omgaan, dat is de kunst van het leven. En je zou denken dat is een beetje een triestige stelling. Dat is het niet. Want het is in die lastigheden dat we eigenlijk anderen nodig hebben. Het is dan dat we zien dat we het niet alleen kunnen, dat we eigenlijk samen met anderen het moeten doen. Dus de liefdevolheid ontstaat doordat het leven niet perfect is. Doordat het leven af en toe wat lastig en misloopt, hebben we de nood aan de samenwerking met anderen. Dus dat is goed. Het is heel, heel paradoxaal. Hè? Dat moeten we dan samen ongelukkig zijn? Dat is in ieder geval beter dan alleen. Ja. Ja, ik denk dat als je iets meemaakt... Kijk, ik zal een voorbeeld geven. Het is een heel persoonlijk voorbeeld en het is heel beklijvend ook. Maar gisteren is mijn dochter bevallen van een kindje dat overleden was. Ja? Dat is verschrikkelijk. Dat is echt heel... Ook voor ons, ouders... was dat heel, heel erg. En tegelijkertijd is heel raar om te zeggen... is de liefdevolheid van mijn dochter met haar man... met haar twee kleine kindjes... met wij als ouders, met de broers en zussen... zo ongelooflijk intens. Zo mooi ook. Zo ja, heel bijzonder eigenlijk. Dat dus de lastigheid... en dat is een hele grote lastigheid... Hè, tegelijkertijd aanleiding geeft tot heel grote liefdevolheid. Dat is de kunst van het leven. Ja? Omdat die lastigheden zijn onvermijdelijk. Te zeggen van ja, en uiteraard ben ik ervoor dat er zo weinig mogelijk lastigheden zijn. Hè? Het is, wat mijn dochter heeft meegemaakt, wens ik niemand niet toe. Maar is ook wel een onvermijdelijke gebeurtenis soms. Hè? Maar dus dan kunnen beroep doen op de anderen die er zijn voor u. Die u graag zien, die u bijstaan, die natuurlijk de miserie niet kunnen wegnemen. Dat is wat het is, maar dat is de kunst van het leven. Dat is nu een heel persoonlijk voorbeeld. Maar ook in kleine dingen. Hè. Bedoel, je hebt een rottige dag gehad op je werk, uw baas was weer ambetant. Je komt thuis, uw partner zegt, wat is het schat, wat heb je ervoor gehad? Pas op, ik zal eens een goede tasje thee voor u maken. Vertel eens, doe eens, gaan we wandelingsje doen. Ah, dat zijn schone momenten. He? Dus de lastigheid kunnen omdraaien tot een verbindende liefdevolheid is de kunst van het leven. Enfin, dat staat in dat boekje en daar ben ik van overtuigd. Ja, ik vind het wel boeiend dan, want mag je dan ook stellen dat we minder snel verbinding voelen als we een bepaald geluk ervaren? Omdat je in C eigenlijk, als je
minder geluk ervaart of zelfs ongeluk ervaart, dan ga je er ook veel meer over reflecteren, over praten. Het mag geen promotie zijn voor ongeluk, hè. Dat zou belachelijk zijn. Hè. Maar in ieder geval ook wel, het is wel een stelling om de ongelukkigheid van het leven ook wel niet uit de weg te gaan. Dat ook in de ogen te kijken. Niet te doen alsof dat dan is. Hè. Als je het voor hebt, nogmaals zoals het voorbeeld van mijn dochter, en je doet alsof het dan niet is, dan krijg je dat later, ik spreek als psychiater, krijg je dat in je nek geslagen. Hè. Dus de ongelukkige dingen ook durven onder ogen zien. Maar het is natuurlijk, hoe definieert je geluk? Hè? Voor mij is geluk iets anders, en het was daar straks ook gezegd door de Nederlandse dame, iets anders dan de oppervlakkige directe genieting. Hè? Dus geluk zit hem juist in die verbinding, in die liefdevolheid. Heel paradoxaal allemaal. Hè? Ja. Dus het is niet ongeluk dat gelukkig maakt, maar het is de liefdevolle verbinding die fundamenteel gelukkig maakt. Het kunnen zorgzaam omgaan met elkaar, daar gaat het echt om. Zinvol. Je hoort soms ook wel zeggen dat we een beetje te ver doorgeslaan zijn en dat we te hard op zoek zijn naar geluk. Als het gaat over materiële, genotzuchtige gelukkigheden, dan vind ik dat zeker waar. Ja. Hè, hoe een geluk ons commercieel wordt aangeprezen. Ja, je moet, weet ik veel, bungee springen om echt gelukkig te zijn. Dat denk ik niet. Maar enfin, bij wijze van spreken, allerlei commerciële activiteiten die ons worden aangepraat, dopamine. Dat moet om goed te leven. Is dat dopamine? De juiste... Dat wordt altijd zo gezegd. De hersenfysiologie is veel ingewikkelder. Ja. Het is ook serotonine. Het is van alles eigenlijk. Hè. Maar goed, het heeft een verslavend effect. In die zin hebt u gelijk. Hè. We gaan op reis en we willen nog en we willen meer. En we willen nog verder op reis en nog verder op reis. En u moet zien, omdat de aarde rond is, als we zeer voor op reis gaan, dan komen we gewoon terug thuis. Dus er is een grens aan dat verleggen van de grens. Hè? Dus dat is voor mij ook een pleidooi voor de gewoonigheid, zo noem ik dat ook. Hè. Zit ook eens thuis in uw hof, als het goed weer is. Ja. Lees een boekje. Ja, maar wat ik ook direct wil zeggen, Dirk, is ik promoot zeker niet het ongelukkig zijn, maar ik merk wel zelf uit eigen ervaring, en ook wel eens benieuwd naar jouw mening, Servaas, als ik een bepaald geluk ervaar, ga ik mijn eigen leven ook veel minder in vraag stellen. Waardoor er ook veel meer ruimte is bij mezelf voor reflectie en ga ik ook gewoon genieten van dat moment. Terwijl ik bij tegenslag meer ga nadenken van, oké, er is iets gebeurd, hoe kan ik ervoor zorgen dat dat niet meer gebeurt en kan ik misschien soelaas vinden bij mensen die gelijkaardige uitdagingen hebben ervaren. Hoe ervaart jij die stelling, Servaas? Ik voel daarbij dat ik periodes van ongelukkig zijn, ik haal daar energie uit. Het leven heeft mij periodes gegeven dat ik minder gelukkig was. En daardoor ben ik op momenten dat ik gelukkiger ben, gelukkiger. Dat is de goede manier om ermee om te gaan. Pas op, ik moet nu heel voorzichtig spreken. Je kunt dingen mee... Ik ben psychiater, hè. Je kunt dingen meemaken. Trauma's, verschrikkingen. Ja. Laat het niet verkeerd begrepen worden. Dat is absoluut iets dat we moeten vermijden. Hè. Ik bedoel, als kind misbruikt en verkracht wordt, alstublieft. Dat kan een mens kapot maken. Of intergenerationeel zelfs. Ja, natuurlijk. De vorige generatie. Dus het is geen pleidooi voor het ongeluk om dan het geluk te ervaren. Hè. Dat is het zeker niet. Het is een pleidooi om in de gewoonigheid van het leven de schoonheid ook te zien. En niet alleen op zoek te gaan naar genotservaringen en kikervaringen. Ik denk dat dat een valse vorm van geluk is. Dat een verslavend iets is ook, dopaminegewijs voor mijn part. Hè, waarin dat je op den duur zegt van ja, als ik niet op weekend ben geweest, dan voel ik me niet goed. Dat is problematisch. Hè. Dus als je maandag op je werk komt en ze vragen wat heb je gedaan? Ja, niks speciaal, gewoon een beetje thuis gebleven. Zeg, oei, ze zijn ziek geweest. Verstaat je? Dus hoe kunnen we toch ook een beetje slow down? Het is ook wel een pleidooi om rustig te kunnen genieten van de gewone dingen van het leven. Een wandelingsje te maken in het bos, vlak bij uw deur. En te luisteren naar het ruischen van de bomen en het fluiten van de vogels. Waar dat je normaal nooit op let, want je rijdt er voorbij omdat je mordicus naar Ibiza wilt om daar de laatste DJ te horen. Waar ik op zich niks op tegen heb, maar... Hè? Voilà. Thank you.
Maar ik hoor heel hard dat misschien geluk dan geen juist woord is. Nee, dat is juist. Is misschien het gaat over innerlijke woorden. Vrede. Ja, maar dat is het ware geluk. Ja. Hè? Het ware geluk, ja, innerlijke vrede, dat vind ik ook nog een te egocentrisch gegeven. Ik ben een systeemtherapeut. Ik zie de essentie van de mens in het relationeel verbondene. Het ware geluk zit hem in van betekenis te kunnen zijn voor de medemens. Voor ergens zorgend te kunnen zijn voor iemand. Zegt van, allee, dat is het ware geluk. Als je de dag kunt afsluiten en zeggen, awel, ik heb voor die mens iets kunnen doen. Dat lijkt mij het ware geluk. Ja. Zo definieer ik dat. Dat is een beetje de boutade van, geluk is het enige dat groter wordt of dat vermenigvuldigt als je het geeft, als je het weggeeft. Zo kunt u dat zeggen, inderdaad. Ja. Jawel, jawel. Ik denk ook dat het streven naar geluk heel belangrijk is. Als we het zo definiëren, dat het gaat over het streven naar geluk van de ander. Ja. Dat geeft het meeste geluk. Mag ik nu eens een persoonlijke vraag stellen? Excuseer me, kunnen we dat provocerende leren? Stellingen. Kunnen we dat leren? Ik denk dat we dan onze kinderen moeten leren door het te doen. En hoe kunnen we het zelf dan leren? Want dan moeten we het door eerst zelf op leren. Podcasts daar blijvend altijd weer opnieuw over te kakelen. Alsjeblieft. In 2021 in Parijs kreeg je, of ik moet nog laten inlezen, hevige buikkrampen. En is er bij jou ook kanker vastgesteld geweest. Het lijkt me ook een periode waarin je ongelukkig zou kunnen zijn. Hoe ruim je ongelukkig zijn en kunst in zo'n situatie? Nu heb je het over mijn eigen ziekteperiode en zo. Maar kijk, op de eerste plaats. Kijk, ik ben in behandeling geweest. Ik heb allerlei zware behandelingen. Het is nog niet voorbij ook. Ik heb binnenkort een nieuwe operatie. Noem maar op. Hè. Dus prettig is dat niet. Ik raad het niemand aan, hè, alsjeblieft. We moeten daar niet cynisch over doen. Maar, wederom maar, de verbinding, de liefdevolheid van mijn geliefde, van mijn kinderen, van mijn goede vrienden, van allemaal mensen rondom mij. Ik heb zoveel geluk daarin. Dat is zo mooi. Mijn leven is ook heel goed. Mijn leven is echt heel goed. Ik ben een heel gelukkige mens, ondanks die miserie. Ik had dat liever niet gehad, hè. Ja. Maar ik ben heel goed omringd. Ik ben heel liefdevol omringd. Het is heel chic eigenlijk. Dus ik zou liever nog lang leven, hè? We zullen zien. Maar ik kan alleen maar, het is natuurlijk een beetje pretentieus om te zeggen, ik kan alleen maar zeggen dat de stellingen die ik vroeger daarin ontwikkeld heb, nu op mezelf toegepast juist zijn. Ja, excuseer, maar het is een beetje pretentieus. Je start vanuit aanvaarding dan? Of, Ja, kijk, dat is een stoïcijnse houding. Wat het stoïcijnse betekent, waar dat je niks kunt aan veranderen, dan moet je een stukje kunnen dragen. Ja. Ook als dat lastig is. Maar tegelijkertijd, engagez-vous. Verander wel die dingen waar dat je de hand kunt opleggen. Hè? Dat wat dat je kunt doen. Volg de juiste behandeling, in mijn geval. Hè? Spreek erover, zodat je niet alleen komt te staan. Hè? Zoek verbinding. En dan, en dat is daarbovenop ook, voor mij althans, is kunst, is muziek. En voorstellingen en schoonheid van de natuur, schoonheid van de architectuur. Dat is voor mij ook heel belangrijk. Dat is heel troostend. En ik heb het grote geluk dat ik dat heel erg samen met mijn geliefde, met mijn vrouw kan beleven. Dat is iets dat we heel erg altijd al gedaan hebben, maar nu ook. Hè. Samen een voorstelling of samen een wandeling of samen. Dat is iets heel erg. Mijn huis is ook een mausoleum van herinneringen en kunstwerken. En dat is heel troostend. Dat is heel vervullend ook. Ja. Weet je wat ik nu voel? Pardon? Weet je wat ik nu voel? Ik heb zoiets van, ik hoop dat ik dat ook ooit kan zeggen zonder dat ik daar een ziekte voor nodig heb. Ja, maar dat hoop ik, dat wens ik je ten volle toe. Ja, maar ik kon dat ook wel al een stukje zeggen, gelukkig. Ja. Hè. Maar dat is bij ziek worden nog veel pregnanter geworden. Dat is nog veel. Ja, omdat dat. Het is niet, ik zit dat hier allemaal te zeggen, maar dat beklijft heel erg. Heeft dat met uw eindigheid die je dan plots in de ogen kijkt? Jawel, dat heeft daar ook mee te maken. Het idee van, ja, als ik nu volgend jaar dood ben, dan wil ik nog wel extra bewust goed leven. En dat goed leven is dus liefdevol kunnen zijn en van betekenis kunnen zijn voor anderen. Vandaar dat ik hier ook zit. He, die podcasts en al die lezingen, waarom doen de mensen dat nog? Zit thuis en sluit je op? Nee, ik wil ook graag
ja, delen wat ik nu vertel. En ik doe mij natuurlijk veel plezier als je zegt van dat inspireert mij een beetje. Dat is daarvoor dat ik dat doe. Hè. Omdat ik, inderdaad, er zijn blijkbaar veel mensen die daar wel iets kunnen aan hebben. En dat vind ik dan... Dan is mijn dag ook wel goed. Ja. Dan denk ik, wel, ik heb iets kunnen betekenen voor een mens die ik ook apprecieer. En de mijne ook. Dat vind ik wel... Ja, daarvoor zit ik hier. Hè. Voilà, ja, dat doet mij plezier. Ja, misschien ook op voor te pikken over dan het onderwerp van de dood. Ik ga ook iets citeren dat je eerder hebt gezegd, Dirk. Is na de operatie... Mijn uitspraken, ja. Ja. Ik zal zien wat ik moet zeggen. Na de operatie voelde ik mij bij momenten zo onbehagelijk dat ik de dood als een bevrijding zag. Dat is juist. Dat zijn momenten van, ja, geweest. Ik schrok van die gedachten. Ja. Kan je ons meenemen naar dat moment waarop je die gedachten ook beleefde? Ja, bekijk. Ik ben altijd een heel levenslustige mens geweest. Levensgretig. Mm-hmm. Heel erg bulimisch. Heel veel meemaken en veel doen. Ook heel actief in al mijn engagementen. Ik lag op een bed... met heel veel pijn, want mijn verdoving was mislukt. Hè. Er waren ook veel complicaties voor de operatie, dus het was ongelooflijk pijnlijk en moeilijk enzovoort. En ik dacht, moest er nu een knop aan mijn bed gestaan hebben, hè, een rode knop of zoiets, dat je kunt indrukken en dan is het gedaan. Dan dacht ik, ik zou erop gedrukt hebben. Terwijl dat zo fors tegen mijn natuur inging. En ik denk dat ik het uiteindelijk niet zou gedaan hebben. Maar ik dacht daar wel aan. Heb ik nooit meegemaakt eigenlijk. Ik dacht, nu wil ik stoppen. Nu spring ik hier door het raam, dacht ik. Maar ik ging helemaal vol draden. Ik kon niet weg. En het raam ging ook niet open. Maar het was op de vierde verdieping. Dus dat soort gedachten dat ik nooit gehad heb. Dus een mens kan wel zo ver in de miserie zitten dat zelfs die gedachten bij deze levenslustige mens kunnen opkomen. Dat heb ik ondervonden, ja. En wat deed dat dan ook met u als mens? Wat heeft dat u gebracht? Oh, dat heeft mij gebracht dat... Ik heb ook andere fenomenen gehad, zoals hallucinaties en wanen. Maar op dit voorbeeld, dat heeft mij gebracht tot het feit, wat ik tevoren ook wel een stukje had, hoor, dat bijvoorbeeld suïcidale mensen... Dat op zichzelf iets is dat ver van mij staat, dat ik die toch ergens kan invoeren. Dat ik ergens kan zeggen, ja, maar ja, in die en die en die omstandigheden zou ik dat misschien ook hebben. Een aantal van mijn patiënten, niet naar aanleiding van suicidaliteit, maar naar aanleiding van wat ik in mijn boek geschreven heb van hallucinaties en wanen, die zeggen, dokter, nu is het een van ons. Nu verstaat het tenminste wat dat is. En die vinden dat goed. En ja, oké, dat is goed voor hen. Ik had het liever niet meegemaakt. Hè. Ik denk ook niet dat alle psychiaters psychotische ervaringen moeten gehad hebben, maar het wordt door patiënten gezien als heel verbindend. En dat is ook wel een klein voordeel. Nogmaals, liever niet. Ja, ik ging nog een vraag stellen. Want wij zien dan in de praktijk soms wel mensen die eigenlijk met die knop, met die rode knop, bij ons komen en zeggen van help mij, want ik ben klaar om erop te duwen. Wat kunnen we dan het beste doen? Maar dat is mijn werk. Hè. Een deel van mijn werk gaat natuurlijk over dat soort problemen. Ja, wat we kunnen doen is niet zeggen, oei, want dat mag niet en dat kan niet. Maar zeggen van, vertel, wat is er aan de hand? Van waar komt dit? Hoe is dat gegaan? Proberen een verhaal te maken. En dat alleen al is zeer helend. Hè. Begripvol aanwezig te zijn en niet veroordelend te zijn. En te kijken, wat is er achter die paniekerige reactie? En dan proberen die machteloosheid te delen. Dat is toch ook vaak de functie van de arts. We kunnen niet alle machteloosheid wegnemen. We kunnen ze wel delen. En gedeelde machteloosheid, dat is al halfweg de oplossing, denk ik. Ja, ik wil er ook even op voortpikken. Want je zei ook van dat een van uw patiënten die dan ook suïcidale gedachten hebben gehad of hebben, zeiden van ja, you're one of us. Dat doet mij ook een beetje doordenken op mijn volgende vraag. Van, hey, je zegt ook dat je job je roeping is. En ik citeer ook, hey, luister naar de moeilijkheden van de anderen. Dat kan ik goed. Maar in het verlengde daarvan ook, geloof ik ook ergens in iets zoals, is je roeping ook tegelijkertijd je grootste vloek? En is er zoiets dat je bepaalde dingen soms moet ervaren, zodat je dan daarna die boodschap uit ervaring kunt meedelen met de wereld en dat dat ook de boodschap is die je mag brengen. Ja, dat is wat ik doe. Hè. Dus ik heb jaren geleden de beslotenheid van mijn consultatieruimte verlaten, de raam open gedaan
en in de wereld gaan spreken. Hè? Want in principe is psychiatrie iets dat heel erg binnen de beslotenheid van de consultatie gaat spelen. Ja, nee, dat is heel erg in het geheim. Mensen komen mij dingen vertellen die niemand mogen weten. Hè? En ook dingen die niemand mag horen en die ik meeneem in mijn graf. Hè? Het moet een heel grote grafkelder zijn met heel veel afdelingen. Hè? Dus, en ik had het gevoel, vermits ik ook al eens op een podium stond, ik had het gevoel, ik moet daar iets mee doen. Ik moet ook, natuurlijk niet het persoonlijke verhaal van die mensen vertellen, maar ik moet ook aan de wereld iets kunnen zeggen over wat ik hoor in mijn consultatieruimte. Dat is mijn engagement geworden. Omdat ik vind dat wat mensen vertellen een maatschappelijk belang heeft. Niet alleen een belang voor hen alleen, maar een maatschappelijk belang. Ik heb dat straks over het burn-out verhaal ook gesproken. Hè? Mensen komen bij mij voor behandeld te worden voor hun burn-out. En dat gaat niet alleen over hun hersenweefsel. Dat gaat ook over toxisch leiderschap, over systeemfouten, over allerlei maatschappelijke zaken. Als we ons beperken tot alleen maar de consultatieruimte, dan, voor mijn part, brengen we niet genoeg verschil. Dus mijn engagement is daaruit gegroeid eigenlijk. Ja, en waar ik ook meer specifiek naartoe wil neigen is, je hebt zelf ook, bent vastgesteld met kanker 2021. Denk je dan ook zoiets van, ja, ik heb dit nu meegemaakt, zodat ik ook, want je komt dan ook meer in verbinding met de mensen die dan meer suïcidale gedachten hebben. Moet dan ook, of is dan effectief ook uw gave om te luisteren naar de moeilijkheden van andere mensen, ook tegelijkertijd uw grootste uitdaging dat je hebt als persoon? En dat je ook vanuit uw uitdaging eigenlijk uw grootste gave ook komt, omdat je vaak doorheen dat je moeilijkheden beleeft als mens, je beslist van oké, ik heb dit nu doorgemaakt en ik ga er proberen voor zorgen om mensen in de toekomst te ontlasten in een bepaald iets. Ja, ik deed dat tevoren al. Hè. Dus dat is niet veranderd. Mijn engagement is niet veranderd door mijn ziektetoestand. Dat is eigenlijk hetzelfde gebleven. Ik heb nu aan de andere kant van het witte laken gestaan. Hè. Maar ik ben niet veranderd, ook niet in mijn werk, in mijn visie. Er is eigenlijk niks aan veranderd. Ik vind het ook, de woorden dat je daar zegt, ik vind mijn beroep ook geen vloek. Ik heb dat nooit zo ondervonden. Dat het luisteren naar die zware verhalen soms, of het lastige van veel mensen, heb ik nooit als een vloek gezien. Soms is dat moeilijk hoor, en zwaar en zo van alles. Hè. Maar ik heb het altijd gezien als een zegen. Als een soort, ik zie het als een soort dankbaarheid dat ik dat mag doen. Dat ik in de lastigheid van de levens van mensen zo nabij mag komen. Dat vind ik een eigenlijk een heel bijzonder privilege. Mag ik u eens vragen, Dirk? Ja. Wat zou je zeggen tegen de Dirk die nu 10 jaar jonger is, die nog niet de shit van de laatste jaren heeft meegemaakt? Zeg maar, wat zou je hem zeggen? Ja, ik was toen ook niet in slecht aan doen. Hè? Ik zou zeggen, doe gewoon voort. Zou je dan waarschuwen? Dat is oké. Nee, dat zou ik niet doen. Hij wil het niet weten. De mens moet dat allemaal niet weten. Ja. Dat zou ambetant zijn, hè, dat je zegt binnen. Trouwens, ja, dat zou. Kun je dat niet voorstellen? Moest ik natuurlijk geweten hebben dat er een kanker aankwam, dan zou ik natuurlijk vroeger van alles ondernomen hebben. Al veel snel een screening gedaan hebben. Ja, zo van alles. Ik weet, behandelen ik in het vroegste stadium. Ik heb screening gedaan, maar die kwam te laat. Allee, dus ja, dat is een beetje absurd om te denken. Maar psychologisch, hè, los van de feitelijkheden, zou ik aan mezelf 10 jaar geleden gezegd hebben, doe gewoon voort, het is allemaal oké. Echt waar. Oké. Ja. Ik vraag het voor een vriend. Hè. Laat mij dat aan u nu ook zeggen. Doe gewoon voort, het is oké. En we zullen elkaar binnen 10 jaar nog ontmoeten, als het God beleeft. Plezier, als het God beleeft. Plezier, ja. En dan zullen we zien of dat waar is. Ik ben er nogal gerust in ieder geval. Ja, uw lichaam heeft daar ook, of je hebt daar ook noodgedwongen meer op de rem moeten gaan staan daardoor. Hoe is het voor jou, Dirk, om meer nee te zeggen? Moeilijk, hè? Dat kan ik niet goed. Dat is, ik zit hier ook weer. Hè? Ik had toch moeten nee zeggen. Nee, bon. Nee, dat is niet zo makkelijk. Ik word heel veel gevraagd de laatste tijd. Dat doet mij ook veel plezier. Hè? Want ik word ook overal heel vriendelijk ontvangen. Mensen lijken wat ik vertel boeiend te vinden. Ja, dat is niet onprettig natuurlijk. Hè? En dat moet ik heel veel in shiften. Ik moet heel veel nee zeggen.
Dat lukt goed. Het is nu heel cynisch wat ik ga zeggen. Maar als je afkomt met het verhaal kanker en chemo en vermoeidheid, dan hebben mensen heel veel begrip. En dan zeggen ze, jammer, excuseer dat we het gevraagd hebben. Zo bedoelen we het niet enzovoort. Dus, als je dat niet hebt, dan vinden mensen nu arrogant. En, dan zeggen ze, je zit daar wel gaan spreken voor de deel wel en voor ons niet. En zijn wij niet belangrijk genoeg? En zo. Ja, dat is dikwijls een beetje wrang zo. Ja. Dat kan ambetant zijn. Maar dat... Kijk, het is in ieder geval een beetje tegen mijn natuur om geëngageerde zaken af te zeggen en te zeggen dat het niet kan. Ik deed dat ook heel graag. Ik heb de wereld rondgereisd. Ik ben overal geweest de voorbije decennia. Dat moet ik ook een stuk minderen. Dat is ook een beetje de leeftijd misschien. Maar goed, het is wel, de leeftijd is in één sprong. Ik ben op één dag 10 jaar ouder geworden na mijn operatie. Goed, dat is niet zo prettig. Hè? Ik moet daar nu ook niet onnozel over doen. Dat had ik liever anders gehad. Maar het is ook niet, het maakt mij niet ongelukkig. Ik kan mij daar wel aan aanpassen. Mijn kinderen zijn het huis uit. Dus we hebben ook met ons twee, met mijn vrouw, ook wel de tijd om wat meer rustige dingen onder ons twee te doen. We hebben onze kleinkindjes en zo. Dus het leven is goed eigenlijk. Het leven is echt goed. Ja. Je hebt waarschijnlijk, toen dat je op die rode knop wou duwen in je bed, ook nagedacht over je heen gaan. Hoe kijkt jij naar de dood? Wat is er voor jou... Ja, ik heb daar vroeger ook al over geschreven, maar dat is wel veel meer nabij gekomen. Hè? Ik denk dat ik, als ik dood ben, er niet meer ben. Hè? Dat denk ik wel. Fysiek. Maar ik denk... ik denk dat ik er nog een tijd zal zijn in de geest van de mensen die mij graag zien. Hè? En ik ondervind dat ook met de mensen die voor mij zijn geweest. Mijn ouders bijvoorbeeld. Die zitten hier wat verder. Niet letterlijk, zo psychotisch ben ik niet. Maar die zijn hier. Hè? Mijn moeder zit daar en die zegt... Wat is hem toch weer allemaal aan het zeggen? Hè? Mijn vader zit daar ook, maar die zegt niet veel. Die is stil. Hè? Enzovoort. Dus de mensen die mij voorgegaan zijn en die er niet meer zijn, die zijn met mij, in mij, door mij. Hè? Dat is het, want ik ben gegeven door hen. Ik ben door... Ik ben fysiek natuurlijk door hen gemaakt, maar ik ben vooral in mijn existentie door hen gemaakt. Ik ben door mijn ouders in de eerste plaats, maar ook wel door mijn broer. Door mijn leerkrachten, door mijn collega's, door mijn vrienden. Ik ben door al die mensen. En ook als ze er niet meer zijn, zijn ze er. In het geval van mijn ouders, zelfs een beetje paradoxaal, mijn ouders zijn de laatste jaren er meer in mijn gedachten en in mijn reflecties dan sommige periodes dat ze nog leefden. Dus de doden zijn er nog. Nog 2 generaties en dan vervaagt dat ook en gaat dat op in het al van de kosmos natuurlijk. Hè. We zijn ook niet eeuwig. Hè. Dat hoeft ook niet. Hè. Nee, we geven de liefdevolheid door aan de volgende generaties en we zijn daar nog een beetje in verhalen aanwezig. In liefdevolheid gedurende 2 generaties en dan... De liefde blijft dan wel doorgegeven, maar ze is niet meer verbonden aan die persoon. Ja, ik heb ook nog altijd een quote onthouden van jou, Dirk, in ons gesprek. De schoonheid van het leven zit in de eindigheid. Ja. En ik vind dat heel dubbel. Ik snap dat ook wel, maar ook ergens denk je van, dat is toch ergens een gemiste kans. De zin van het leven zit in de eindigheid. Hè? Dat is een heel ingewikkeld filosofisch concept van Martin Heidegger, hè, de Duitse filosoof. Zum Tode leben. Het is omdat het leven eindig is dat we vinden dat er iets moet gebeuren. Dat we er zin willen aan geven. Moest het leven oneindig zijn, dan was het volkomen zinloos. Hè? Dus daar ben ik ook wel van overtuigd. Zo. Ja. En we krijgen veel bijgeluiden. Ja, inderdaad. Ik heb ook even aangegeven om... Ik zie daar een blote man, het is gekke dingen hier. Ik, Servaas, ik wil de vraag ook aan jou stellen, want waar ik dan wel van overtuigd ben, Dirk, is dat wij soms zelf, of dat wij eigenlijk hoofdzakelijk zin geven aan het leven.
En dat het niet zozeer komt door de eindigheid, dat is een zekere zin, maar ik denk dat wij de dingen die wij meemaken, dat we daar betekenis aan geven en dat we daar zin aan geven. Ja, ja, maar dat ben ik ook. Er is geen, in mijn visie, geen voorafgegeven zin. Hè? Ja. Dat is het drama van de mens. Dat is dat het leven volkomen absurd en zinloos is. Ja. Dat er geen enkele voorafgegeven betekenis is, maar dat de mens door zijn neurologische ontwikkeling, zijn frontale cortex, zinvol wil zijn, omdat het leven dus eindigt. En dat is de uitdaging van het menselijk bestaan. Hoe kunnen we in dat absurde zijn toch ergens zinvol zijn? En dat heeft dan te maken, zoals dat straks gezegd, met de zorg voor de medemens. Dat is de zin. Zo sluit de cirkel zich. Absoluut. Hoe kijk jij daarnaar, Servaas? Ja, ik sluit me daar... Ik hang aan zijn lippen, dus ik sluit me daar absoluut volledig bij aan. Maar wat bij mij dan een bedenking is die op mij opkomt, is van... Voor mij is de zingeving een stukje een evolutie van betekenis willen hebben. Van, en dat dat dan evolueert naar bijdrage leveren. Op een stuk een veel minder egoïstische, om het woord nu maar eventjes te noemen. En dat voel ik voor mezelf, is in mijn leven, in wat ik doe... Zowel het pad dat ik aan het gaan ben. En dan vraag ik mij soms af, want ja, soms heb ik... Weet je, je hebt het daarnet zelf gezegd, het is leuk om op een podium te staan, het is leuk om dingen te vertellen, het is leuk dat mensen naar u luisteren, het is leuk dat mensen daar inspiratie uithalen, dat ze dat meepakken naar huis. Dat is het stuk van betekenis hebben, is ingevuld. Ja. En dan heel bewust die shift proberen maken naar bijdrage leveren. Dat het niet meer is om mij te plezieren, maar dat het is om de ander. En dat is, dan komen we weer bij de definitie van geluk in het begin uit, denk ik. Zeker. Ja, dat is heel mooi. En ik vind ook de meest altruïstische daad, tegelijkertijd de meest egoïstische daad eigenlijk. Hè? Want door het geven, het overstijgen van jezelf als persona, geeft ook eigenlijk heel veel net aan jezelf ook. Ja, maar ik vind dat geen gemakkelijke opdracht. Nee, dat is een moeilijke opdracht. Maar het zorgen voor de ander dus, is een baatzuchtige act. Hè? Dat is wat de Franse filosoof Levinas ook zegt. Dus het zorgen voor de ander, daar krijg je veel van terug. Je hebt het gevoel, ik heb iets kunnen doen. Mijn dag is goed geweest. Het is van belang geweest. Het is gezien geworden. Dat is het belangrijkste van het leven eigenlijk. En dat kan iedereen op verschillende manieren doen. Hè. Ik bedoel, niet iedereen moet op een podium staan. Niet iedereen moet in de politiek gaan. Maar iedereen moet eigenlijk wel iets zorgzaam kunnen doen in de staan. Binnen zijn energie. Al was het gewoon in uw gezin met uw kinderen. In uw beroep, in uw engagement als leerkracht. Mama of papa? Mama of papa zijn? Ja, natuurlijk. Ja, dat. Dus dat kan van alles betekenen. Maar ergens toch... Ja, van betekenis zijn voor de noodlijdende, zorgvragende medemens. Dat is de essentie. Oké. Heren, als ik er iets is wat ik meeneem aan het gesprek, is het wel engagez-vous van beide heren. Dus Servaas, Dirk, hartstikke bedankt voor jullie levenservaring als ervaren rotte mee te delen. En ik hoop dat we elkaar nog veel mogen ontmoeten. Dank u wel. Wederzijds.